Liever een nieuwe tas dan business class. Ja. Zeker weten. Waar is Lucie? Meer niet om jou. Kom op, meer zou je. We are in Hong Kong. 3000 euro? Ja. Streets in Hong Kong. Bloedje heet. Zweeds hoor. Is hier gewoon de humanity? Hoeveel de humanity er volgt? Is heel hoog. Dus ja. Je loopt een soort van oven in. Verdomme sokken ben ik altijd kwijt. Welke outfit vind jij leuker? I'm ready, dear. Kun je een extra stoel eraan zetten? Ik heb geen extra stoel. Auw. Het is wel heel flashy light, hè? Is jij buik? Dat is mijn buik. Ik heb een hele knot achter. Ja, maar je kan er moeilijk zo aan vlossen. Ja, maar ik kan wel iets meer naar achter. Ja, kijk hoe hoog jouw knot is. Het is misschien beter als ik links ga zitten. How night is my glam today? Welkom bij onze nieuwe vlog. Good morning, good morning. Good morning vanuit Hong Kong. Wij laten in deze weekvlog onder andere zien hoe we met onze Reiners 12 outfitjes naar Hongkong vliegen in Shanghai. Welke hotspots, restaurants en wat we allemaal bezoeken. En onze favoriete tassen designer, ja het zijn alleen maar tassen. Outlet store in Hongkong. Waar we heel veel kopen. En dus we showen natuurlijk al onze nieuwe outfits wat we dragen elke dag. Dus ben jij nou benieuwd naar al onze posts wat we deze week al hebben gepost? Like en abonneer. Want we hebben niet subscribers. We hebben wel meer subscribers nodig. We zijn geluid bij de vlog dat 95% onze vlog hadden bekeken niet de subscribers waren. De helft ervan. Maar is dat de helft? De helft is niet gebeurd. Nou, in ieder geval de helft vind ik ook veel te veel. Dus like, subscribe en follow. En ik wil ook nog even zeggen dankjewel voor alle liefde die ik onder de vorige vlog heb gekregen. Ja, je hebt echt heel veel lieve meisjes ik gehad. Ik heb heel veel meisjes gehad die hetzelfde hebben meegemaakt. En die me allemaal heel leuke DM-berichtjes hebben gestuurd. Dus thanks hiervoor. Tennis heeft niet ons appje gelezen. Hallo. Reiners. Loading. Het is vandaag zondag. Jules en ik gaan morgen naar China. Ik heb net even, ik vind er iets wat ik nodig heb, mijn koffer gepakt om alles voor te bereiden. Jules en ik hebben heel veel Reiners mee, vooral t-shirtjes. En we gaan proberen weer een hele leuke travel foto te maken. Wat ik morgen ga aandoen zijn de hoodies. Dat is dan, dit is een nieuwe broekje met een hoodie met die kopjes. En Jules met de Reiners print. En daarbij heb ik hele leuke laarzen van mijn zus geleend voor erbij. Deze. Te leuk, zwart-wit. En bij deze zwart-witte laarzen heb ik ook nog mijn zwart-witte bril. Deze. Zie me gaan. Dus Joen en ik hebben net alle setjes bij elkaar gecombineerd. Ik ben nu mijn handbagagekoffertje aan het pakken. MacBook oplader om mijn filmpjes natuurlijk te sturen. Batterij voor mijn vlogcamera. Slippers om altijd naar de toilet te kunnen. En eigenlijk zitten hier heel veel verschillende dingetjes in. Wat wij altijd nodig hebben. Schoonmaakdoekjes. Van L'Oreal neem ik altijd mee. Purol, omdat ik altijd hele droge lippen heb. Tandenstokertjes. Heerlijke gezichtsmaskers voor in het vliegtuig. Aangezien ik daar altijd zo'n hele droge huid krijg. Tandpasta, mijn tandenborstels. En kauwgom. Ik denk dat ik nog meer mee moet nemen. Natuurlijk nog mijn MacBook. Ik heb hier al mijn paspoorten klaar liggen. Niet dat ik die vergeet. Mijn pinpas, leuke zonnebrillen. Dus dat gaat allemaal goed. Jules is nu even bij haar thuis de koffer pakken. En dan meeten we elkaar morgen. Dus dan zal ik even laten zien hoeveel koffers we hebben en wat ik aan heb. Ik ga nu nog even een relaxed avondje nog met Jaime. Aangezien ik die natuurlijk ook heel lang niet gezien. Wij gaan morgen weg. Dat is de 12 augustus tot 24 augustus. Dus ik ga nu even lekker relaxed nog mijn haar wassen. Nog even rustig aan. Want we moeten morgen natuurlijk weer 13 uur vliegen in het vliegtuig. We hebben in ieder geval een heerlijke 12 outfit. Wat heel lekker zit. En ik ga zo lekker wat eten. Oh, het is al 4 uur. Laatste dingetjes doen. De alle voororders ook in de computer zetten. En dan zijn we weer ready. We gaan weer naar China. Ja, we gaan naar China. Dit gaat plotseling mee. Nou, net terug van Bali. Net terug van Bali. Ik had mijn kleding nodig. Dus had ze op. Ik ben niet bijna Shulimani, maar... Nou, je bent wel een lekker bruin kleurtje. Ze gaat even gezellig mee ons wegbrengen. En ik heb de Reiners hoodie aan met de diamonds. Met kopjes. En Jules heeft het in zwart met de Reiners voordeel aan. We gaan zo even een hele leuke twinning foto maken. Ik heb een twinning aan. En jij hebt de twinning broek aan. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik ben al 48 uur. Ja, het is 12. Dat is wel. Oké. Zo. Liz heeft net een foto voor ons gemaakt. Ja. Gaan zo posten. We lijken echt heel graag vandaag. Kijk even. 20. We zijn binnen. Liz wil niet op film. We are twinning today. Twinning. Very twinning. Twinning. Mensen, oh, stel dezelfde schoenen hebben we aan. Oh ja, ik laat even zien. Same shoes. Wat? Een unicorn, speciaal voor jou, Liz. Even kijken. Wij hebben salades gehaald. We gaan hier even exchange voor ons geld. Marie is alles aan het klaarleggen. Wat ook leuk is, als je die hoodie uitdoet, dan kan je ook heel mooi dat broekje zo dragen. Draai het op. Very nice. Heel erg mooi, hè, sister? Heb je geen zin? Waarom niet? Mis je je hond en je vriend? Nee, gewoon. Wel, superleuk. We hebben ook alle films al gekeken. Wij gaan het rocken weer. Je hebt wel een mooi make-upje vandaag. Je highlighter is ook wel flink.
Ja, echt hoor. Girls, girls, girls. Oké, there we go. Onze vlucht naar Hongkong is niet gecanceld door de stakingen. Tille, oh sorry. Ik kan toch even helemaal mee naar voren nog nemen? Nee. Heb je de hele rij niet in je koffer? Huh? Ik pak het nou niet. Wij mogen naar voren toch? Ja, want ik luister al die mensjes. Want wij zijn member. Don't hate us. Ja, heel veel mensen denken dat we ASO's zijn. Zijn we ook een beetje. Zo, dan gaat het Jutte Jul hoor. Ik ben Jul, maar niet Jut. We are ready. Let jullie in de fit laten zitten. Ik zie de matten mee, lollies. Kijk, dit krijgen wij dus allemaal niet, hè? Dat is voor business. Pak even een glaasje mee dan. Wij hebben een dure tassen, Jules. Ja. Wij gaan voor een tas in plaats voor een business plaatje. Liever een nieuwe tas dan business class. Ja. Zeker weten. Nou, Jules en ik zijn natuurlijk niet zo heel groot. Dus wij hebben wel economie comfort. Dus dat je iets meer beenruimte hebt. Maar op zo'n lange vlucht, het dubbele betalen, no way. We hebben nu daar alweer twee tassen van gekocht. We hebben daar nu die Yves Saint Laurent tas van gekocht. En mijn Louis. Ja. Dus ja, zeker een tas voor business class. Dat wordt een nieuwe poll. Ja. Willen jullie ook liever een tas of business class? Ik ga kijken. Kom below. Waar is Dennis? Ja, die is al business. Die staat aan de andere kant. Oh, daar verdient hij. Wij zijn nog jong. Pas precies. Waar zitten we? Hier. Oh, bij het raam. Of zitten wij juist in het midden? Jij is nu niet bij het raam. Dat is jammer. Daar had je dan een heel plekje vrij gehad zo. Ja, maar die houden van ook niet vrij is. Ik hoop het ook. Voor als laatste een of andere viespeuk zitten. You can do this. Helemaal voor ons alleen. Hij heeft het plaatje. Lekker bezig. Zo is dit hoor. Ik heb een leuk foto gemaakt. Jij hebt een hoofdmaatje groter als ik aan. Ik ga iets losser maken. Wij zitten. Ik heb bananenbrood nu. Een riepje. Een salade. Maar die is nog steeds aan het struggelen met haar. Met haar schoen. Ik heb een bloedheet. Wie van ons is ons de beste reisplanner? Nou, sowieso jij. Ja. Maar die had een heel lijstje aan mij doorgegeven wat ik moest meenemen. Het was één ding. En dat was ik heb ook wat maskertjes en zo allemaal gehaald. Oh ja, dat is waar. Sorry. Maar in ieder geval, daarna had ze me nog een lijstje gegeven. En dat was één ding. Dat was dus een paracetamol. Want ik had de koffers gepakt, allebei. En dat ben ik vergeten. Dus nu heb ik koppijn, maar dat komt denk ik ook door het strakke knoetje dat ik elke dag op heb. Maar die print dan ook altijd de tickets uit, maakt visums mee. Maar dat is denk ik wel gewoon normaal. Dus nee, ik ben super slordig, dus ik ben zeker geen goede reisplanner. Nee, hell no. Hell no. Hoeveel koffers had ik dit keer mee? Nou, maar ieder maar één. Maar nu zijn ze wel ieder één tot 28 kilo gekomen. Ja, goh. Met al die dingen wat we hebben gekocht, we hebben echt heel veel gekocht. Wilden we het leukste vonden dat om thuis te filmen. Dan hebben we nog een leuke after Hong Kong. Ja, we hebben nog voor Jan heel veel cadeautjes meegenomen. Die was laatstjarig. Voor die Loor, Romeloesje, Laura, Harley, Coco. Iedereen hebben dingen. Onze personeelstaf. Dus als jullie deze vlog bekijken, wat we misschien weten. Want als jullie niks zeggen, weten we het. Het zit ondertussen helemaal te draaien op die stoel. Dus voor ons personeel, ik ben benieuwd of iemand reageert. En dat was het eigenlijk. En voor mama, eigenlijk voor iedereen. Dat kan ons niet blijer maken, want plekjes voor ons zijn vrij en dit plekje is vrij. Het enige irritante is dat er zo'n vreselijk plaatje op zit die we niet omhoog kunnen schuiven omdat het de nooduitgang is. En Marien en ik dragen allebei onze hoodies, hè, ma? Ja. Lekker heerlijk treffen outfitje om in te reizen. Het is ook altijd vervelend als ik geslapen ben met mijn gezicht zien, dus doe ik gewoon weer helemaal zo. Helemaal weg. Helemaal niks. Kijken welke film we gaan kijken. Ik heb wel zin in om naar Hong Kong te gaan. Ja, ondanks de stakingen. Deze dag zijn we vrij, toch? Ja, zitten we toch nog in het vliegtuig. Lekker vrij dagje straks. Super chill. Ja, dat is nu heel dichtbij. Schoor je. Kan nog plassen hoor. Wel, we luisteren ondertussen echt niet naar de instructies. Hoe je moet verstaan, het is van Engels. Zijn ons in China. Wij houden je op de hoogte van onze nieuwe business tip weer. Ik heb nu al drie films gekeken. En Jules is slaapgevallen.
nog een uurtje. Waarom schreeuwen? Te gek. Hij is boos, want iemand, hij was aan het slapen en het meisje met het karretje duwde wakker. Ja, dat is ook wel heel vervelend. But I got it on camera. Wie herkent deze uit de film? Welke film is het ook weer? Elvarado. Oh ja. Ik vind het nog best wel opnieuw. Ja, 11 uur hebben we gehad. Geslapen. Make-up zit nog best oké. Ja, ik heb voor het eerst maar een uurtje geslapen. Ja, ik krijg mijn hele plek straks. Toen lig ik weer te slapen. Ja, ja. Niet vooral. Maar deze treffen outfit. Hele goede tip. Capuchon, hoodie voor airco. Super koud, namen nu al verkouden hier. En we zijn super melen. Hoort wat vandaag. We landen om 6:30 ochtends rond ons tijd. En dan moeten we nog een hele dag. S'nachts in Nederland en dan moeten we nog een hele dag. Zo zwaar, Leila. In ons hotelkamer. Oh, niet weer? Ja. Spijtig. Jezus, doe je voor rest? Dennis, where are you? We zijn al heel snel opgestaan, we zijn al helemaal klaar. Om de airplane te verlaten. We zijn in Hongkong. Het is bloody, bloody, bloody hot. We hebben Dennis ook weer teruggevonden. Ik heb mijn hoodie even uitgetrokken, want het is super bloed heet. En het is nu 6:30 ochtends. Wij gaan een dagje doortrekken. Het in de middag. Wel lekker. Oké, wij slapen nu voor het eerst in de Langham Hotel. En we gaan kijken, omdat het aangezien het 7 uur in de ochtend is, of we al kunnen inchecken. Zo vroeg, normaal gesproken niet. Dus laten we het beste hopen. Ons hotel. Welcome to a crib. Welcome to a crib. Wij hebben hier de badkamer. En we hebben een bad. We zitten nooit in bad, maar... Nou, misschien nu wel. Misschien nu wel. Goh, lopen door. Is dit onze twin size bed? Sloffen liggen al klaar. Hier, Mrs. Vandenhoorn en Mrs. Reinders. Where am I? A warm welcome to the Langham Hong Kong and our vibrant destination. We are most delighted to have an opportunity of serving you as a valuable guest. Oké. Een heerlijk hotel. Wij gaan eventjes 3 uurtjes liggen. Want dan is het 10 uur. En dan gaan we ze omkleden. En dan gaan we de stad verkennen. Dus bye for now. Hoe was onze vlucht? Nou, het leek wel 2 uur te duren. Super chill. Ik was natuurlijk best wel moe naar alles. Dus ik heb gewoon de hele vlucht geslapen. Ik heb 1 film gekeken. Oh nee, 2. Oh, 4 uurtjes. En de rest heb ik ook gewoon. Dus jij was 8 uur wakker. En ik was... Ik denk dat ik maximaal 1,5 uur wakker ben geweest. Ja. En ik ga denk ik terug. En is echt heel veel slapen. Ik ook. Ja, er was mega ruzie in het vliegtuig. Nee, of het leek zo. Nee, want er was een stewardess. Dat is ook irritant. Die toot elke keer tegen de stoel aan. En nu stoot ze een man wakker. En die man sliep en die werd mega boos. Ja. We konden niets verstaan in Chinees. Niet meer dat het juiste beentje uit bed gestapt. Nee, maar het was niet leuk. Als je ligt te slapen, jullie kregen vol een kogelstoot van iemand. Dus nee, dat was niet zo leuk. En daardoor werden wij dus ook wakker. Dus bedankt. Thank you. En dit keer slaap ik ook in een ander hotel. Normaal slaap ik altijd in Marco Polo. Maar dat was de laatste paar keer een beetje tegengevallen. Een beetje tegengevallen. Dus nu slapen we in de Langham. De Langham. Super fijn. Iedereen doet de deuren voor je open. Ligt een taxi, wat eigenlijk gewoon normaal is voor een 5-sterren restaurant. Oh, restaurant voor mij nou. Hotel. Hotel. Maar dat is nu gewoon veel fijner. Super chill. Om Dior zit om de hoek. Dit hoeftel zit om de hoek. We kijken op Louis Vuitton uit. We kijken zelfs op Louis Vuitton uit. Dus ja, een perfect seat voor ons. Dus als je een hotel zoekt in Hongkong, moet je echt naar Langham. 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 James and Joy. Oké, wij hebben net 2 uurtjes geslapen. En we zijn ons nu aan het klaarmaken voor Hongkong stad. Ik draag een Reiner shirtje met een Chanel rok. Maar die ook een shirtje met een shortje. En we gaan ons nu klaarmaken. Dennis komt straks ophalen. Joejoe. Mega grote Louis Vuitton winkel in Hongkong. De Dior winkel is ook weer helemaal vernield. Streets of Hongkong. Bloedje heet. Je was vergeten dat je naar links moet kijken. Wat kleren. Oh, de camera is heel vies. Zoals elk jaar gaan we weer naar Hana. Onze favorite outlet store. Dat is een heel stuk. Sjoel's blij. We found the bag, we found the bag, we found the bag, bag, bag. Het is echt tassenhemel. Sjoel en ik hebben nu voor deze crème gekozen. Maar je hebt dus alle designer tassen heb je voor verdedige kortingen. En het heet Hanna. Het is echt insane. En nu scheelt het voor ons gewoon heel veel geld in Nederland. Zoals dit is dan nog steeds wel 1400 euro, maar het scheelt toch iets met Nederland. Nou, die kleur bruin vind ik dus heel mooi. Ja, het cognackleurtje. Ja, 3000 euro. Ja. Is het niet zo duur? Ja. Ik ga een stuk. Is het zo duur als je dat krijgt vallen? Zo vreselijk. Ik vind die kleur ook helemaal niet mooi. Godverdamme. Ja, je hebt zoveel. Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga. Balenciaga. Wat? Ben je die ook tegengevallen? Givenchy, wil je niet tegen... Hebben we niet bij Givenchy gekeken? Wat
die. Wat? Ik ben die ook nog tegengekomen. Ja, ik had bont verwacht. Misschien heb je hier ook nog een nude kleurtje. Dan is die andere veel leuker. Ik heb nog die nude tas, maar die gebruiken we nooit. Oh ja, inderdaad. Naar onze tas. Oh, moeten we wel op een knopje klikken. Gaan we nou op een knopje klikken? Oh. Na onze tas op terug gaan we eventjes in het zwembad, want dat kunnen we niet meer. We even bijkomen, moeten vanavond onze fabrikant uit eten. Dus wij dachten, hoe zal ons niet zelf verwennen en even lekker in het zwembad liggen? Net zijn even badpakjes gekocht bij de H&M. Heel leuk als ik het zelf. Ja. En Sjoen en ik hebben allebei hetzelfde badpakje. Hetzelfde ketting en ons haar zit ook nog hetzelfde. Nou, kijk hoe leuk. Zo'n heel mooi bruin en ik heb mee natuurlijk in het zwart. Haha. Kan niet meer. We wilden een massageboek, maar ze zit vol. Dat is echt jammer. Misschien morgen in de ochtend vroeg of zo. Ik moet al om 9 uur. Ik wil het liefst, hè? Zo de hele dag. Morgen ook zo naar kantoor. Ik ben nu tegelijkertijd voor Romee aan het filmen. Die vroeg ook wat we gingen doen. Niks. Helemaal niks. Naar de spa. Kijk dit. Bonjour. Wij zitten hier. Lekker bij het zwembadje. Dag. Dank je. Doe niks er lekker. Bij het zwembad. En we hangen net mama op. Dus je mag weer naar je eigen bedje. Ja. Ja. Mag je naar mijn eigen bedje? Zeg gewoon. Wacht. Oh, er komt gewoon van. Waarom doe je zo vaak? Ja. Nee. Peter, we gaan even opkleden, want we gaan zo uit eten. Oh. Dus camera is even aan. Ja, ik had het. Dit is goed gedaan hier. Oké, okay. Wij gaan weer, zoals altijd, naar het lekkerste Chinese restaurant ever. In de Westkant. Oh, sorry. Nog steeds weten we echt niet. We hebben ze omgekleed. Dus bloed heet. Alles voor foto. Maar we willen even een leuk fotootje maken bij het restaurant. Nu laten we graag het lopen. Dus ik heb vandaag de zwart-witte versie aan en die grijs. Versie? Ja. Versie. Oh, versie. En we gaan even een leuk fotootje maken bij de Chinese. Oh my god, de zweet staat op voorhol. We zitten wel in een hele mooie lift nu. The heat is under my mustache. Mustache. Oh, lekker zweetje hoor. Staan we dan. En haar erbij. Alles voor de foto. Hoe warm is het in Hongkong? Nou, het is vreselijk warm. Als je ook naar onze fiets kijkt, hebben we echt alleen maar t-shirtjes aan en shotjes. Zo warm en is het. En liefst loop hier naakt. Het is hier gewoon de humanity. Hoeveel de humanity de vocht is heel hoog. Dus ja. Je loopt een soort van oven in. Dat is echt een goed woord. En je kan gewoon nauwelijks. En je kan gewoon nauwelijks inademen, want dan heb je gewoon warme lucht. En je bent een soort van sponsje. Ja. Dus de hele dag geef je water. Heel veel oversized t-shirts. Dat is de beste tip wat je maar kan doen in Hongkong. Want er is ook geen zon, jongens. Die komt bijna nooit door. Dus het is ook niet lekker warm. Nee. Het is allemaal smok, schaduw. Ja. Nou, we zijn weer in het allerbekendste restaurant. Via een andere route het weer. We gaan lekker eten. It's always busy here. Always. We gaan weer lekker eten. Weer lekker spullen. Jill is lekker komkommertje aan het eten. Er staat nog weinig op tafel. We zijn nu voor onze Peking Duck aan het voorbereiden. En dan worden het dan allemaal kleine schijfjes. En dan moet je dan combineren met die hoisin saus, kommertjes en pannenkoekjes. Jasmine tea. Zo, Jill en ik zijn helemaal vol uitgegeten. Alles is op. We gaan nu weer terug naar kantoor. En dan gaan we lekker in de middag zonnen. En swimming in de swimmingpool. Hoe leuk is het topje? Met die airprint. Met de bijpassende broek en schoenen. En bracelets. Kut, sorry. Ik ben te laat. Ja, not very late. Oh, die camera valt echt bijna uit elkaar. Mooi in de hoed. Oké, we hebben net een dagje gehad met onze collectie door te bespreken. En we zijn nu onderweg naar het hotel. Want we gaan weer lekker zwemmen. En even relaxen voordat we gaan eten. Door de protestanten. Hoe noem je dat? Demonstrant. Ik wil net zeggen protestant. Hier in Hongkong kunnen we niet naar onze coffee market. En dat soort dingetjes, want het is nog niet veilig. Dus daarvoor zitten we ook meer bij de swimmingpool. Nou, Marie en ik liggen weer bij het zwembad. Te relaxen, onwijs. Wel moe van, moet ik zeggen. Zo nog even zwinkelen. We hebben nog maar één tas gekocht en voor de rest niks. En dan gaan we weer lekker uit eten. Gaan we lekker de Ozon, onze fucking bar. En dan begint morgen weer een werkdag. Lekker, lekker, lekker. Ja, het begint gewoon lekker. Lekker eten. Ik moet echt niet te dik worden. Lekker vertellen. Ik ga vanaf morgen gezond eten hier in China. En we zijn nog steeds op de heldentour. Lukt het een beetje in Hongkong? Nou, nee. We hebben ons best gedaan om een pompoensoepje te eten. Op onze manier doen we wel ons best. Het is niet zo dat ik een voorgerecht calorieën bestel, koolhydraten en ook een hoofdgerecht. Maar ik neem wel een voorhoofd en dessert. Maar regelmatig eten lukt hier bijna niet. Want we hebben geen of je moet reven meehouden genomen. Ja, we hadden wel even moeten meenemen. We hebben geen smoesjes, dus... Nee, we doen het eigenlijk niet. Sorry Patrick, maar we beginnen meteen als we beginnen met sporten. Yes! Want we gaan naar Ibiza! Tadaa!
Met een hele leuke groep, wat we ook nog gaan vertellen. Ik doe ook precies hetzelfde. Dennis kan niet tegen de troep. Ik haat jullie. Ik ben altijd bang als ik iets vergeet in de kast, dus ik hou gewoon alles in de koffer. Ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar. Oh, hij gaat nu echt hangen aan de camera. Moet echt. In de laatste. Wat? We gaan nu leuk winkelen. Chauffeur opgemaakt. Smoking. Zei ik net dat we geen file hadden, staan we nu vast. Maar omdat hier zo naar rechts zijn? Ja. Oh, hoe weet je dat? Omdat hier al elements is. Oh. Hoe weet jij dat? Ik kom hier nu 4 jaar. Mag ik een beetje lipgloss? Lipgloss. Ja. Lipgloss. I don't have lipgloss. Echt niet? I only got this one. Ja, ik ben een Jess Meyer is nu bij me met lipjes. De Gucci store, je hebt nog nooit zo'n mooie Gucci gezien. Ik weet niet of ik mag filmen, dus doe echt alleen deze kamer. Dit wordt dus echt mijn stoel in mijn toekomstige huis. Begrijp je wel? Fucking vet. Oh my god. Al die kussens. Ik word toch helemaal gek, jongens. Ook spijt. Ik kijk echt alleen maar naar de home. En niet eens naar de kleding. Ik ben bij Fendi en ze hebben mijn zwarte earcuff. Ik ben helemaal happy peppy. Chill en ik zijn compleet. Ik heb eindelijk mijn middelste maat gevonden. Klein, midden, groot. Ze hebben nu eindelijk midden gevonden. Wat een oor. Dat is niet normaal. Is toch wel. Je zit het niet goed op de camera. Ik wil niet voorbij gaan staan. En dit is zo hoog. Het is niet normaal. Misschien moet je een keer gaan. En we gaan nu hier heen. Wat moet je? Misschien moet je wat dichterbij gaan staan. We gaan omhoog lopen, dan weet je echt wel. We zijn in discussie hoeveel verdiepingen het heeft. Ik zeg 100. Ik zeg 130. Oeh, ik zeg 130. Jij zegt 205. Nou, het is zo hoog. Nee. Kijk even. Dennis zegt 120, Jules zegt 130 en ik zei 250. Wie zat er meest dichtbij? Dennis, toch? Het waren er 112. Het waren er 112, ja. Niet 250 miljoen. Ja, maar het is echt heel hoog. Dat is sky high. Maar dat is dus de ozon, wat zo hoog is. Hoogste gebouw uit Hongkong. Je kijkt over alles en iedereen heen. Je moet geen hoogtevrees hebben in Shanghai. Hongkong is niet normaal mooi, hoor. Je moet ervan houden, maar het is wel heel mooi. Oh, ik zei Shanghai, maar we zijn natuurlijk nog in Hongkong. Grapje. Ja, ik vind het echt niet... Ik krijg een beetje trillige benen ervan. Zo hoog. Hey. Oh, ik krijg er helemaal... Hoe ga je kijken, Sjoel? Oh, mooi gedaan. Oh, het is full moon. It's really nice. We are going to be wolves. We zijn nu bij Ozon. Dit is de buitenbar. En het leuke ervan is dat het hier boven helemaal open is. En dan heb je uitzicht over heel Hongkong. En vandaag is er geen smog. Hoe mooi. Helemaal in een hoekje zitten en met je gewoon heel Hongkong. Hier dan zegt het zelf. Heel mooi. Marie has a raspberry cocktail. Show you her. Zie je het wel? Ja, je ziet het. Ik heb mijn cup. Dat zie jij helemaal niet. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Jij gaat meteen naar bacon smaak. Ja, bacon. Ja, niet naar bacon, maar wat dan? Het is wel eten, het is geen drank. Wel een beetje bacon, ja. Spekjes. Wat is toch bacon? Zeg, wat jij dan? Het smaakt toch echt naar spek? Ben ik nou gek? Ja, het naar brand. Maar het smaakt naar? Oh. We zijn nu op het toilet bij Ozon en het is overal marmer. It's incroyable. En hier heb je ook echt geweldig uitzicht. We are in Hongkong. Het uitzicht is verveelt niet. Hello. Dat is het. Nou, ben je klaar? Oké, we can go now. Maar mag niet filmen. Dat was even deel. Dat leek echt op Alan. Alan? Alan. Are you still there? Oops. Alan, die hoort er ook bij. Dennis zit er alleen mee. We zijn alleen met Dennis naar Hongkong gevlogen. Maar ja. In Shanghai waren Donnie en Dino, daar zijn zijn zonen ook mee. Dat hebben we eigenlijk niet echt zo gefilmd volgens mij. Nee, we hebben niet zoveel gefilmd aangezien we alleen maar aan onszelf denken. Nee, in Dennis was met ons mee naar Hongkong met z'n drieën. En daarna dus met Shanghai met z'n twee zoons. En nu zijn we weer met z'n drieën. Dus nu, we hebben niet zo heel veel gevlogd, nee. Maar ook wat aan het werk zijn hoor. Ja. Je voice voel je niet verschuldigd.
thee. Wij maken ons klaar. Ik zal even gaan zitten, anders zie je geen fuck wat ik aan heb. Voor een dagje Hongkong. Weer naar kantoor. Voor de nieuwe collectie gaan we nu. We hebben onze nieuwe samples laten maken. Die gaan we vandaag zien. En doorpassen voor aankomende winter. Kunnen we helaas niet aan jullie laten zien. Wat ik vandaag aan heb. Ik zal even mijn riem vastmaken en dan nooit zo'n troep geweest. Zal ik gaan staan? Ik ben nooit zo'n troep geweest. In onze kamer bedoel je. Almost done, ladies. Even kijken, dit is wel super leuk als ik het zelf. Oké. Ik heb een Zara shortje gekocht met de nieuwste Zara riem. Dan heb ik een Reiners t-shirtje aan. Met daaroverheen mijn Colbert jasje van de nieuwe Reiners collectie. Limited edition. Het is van velvet. En de steentjes zijn er heel mooi opgeplakt en je krijgt het hangend binnen. Marie, kan je wel? Oh, nu gaat mijn shirtje ook nog eens los hoor. Nou, goede shopvlog dit, Jill. Goh, ben je lekker bezig. Kijk. Zo zie je het volledige outfit. Dan heb ik mijn Balenciaga tunies voor today. En dan als schoenen heb ik mijn Louis Vuitton laarsjes. Nou, eigenlijk zijn ze niet van mij, maar van mijn zus Romee. En dan is mijn look compleet. Dus, Zara shortje, Zara riem, Reiners Reiners. Balenciaga tunies van Silenzo. En mijn Louis Vuitton booties van mijn zus. Thanks voor dat. Sokken, Marie. Ik heb sokken nodig. Ik heb sokken nodig. Verdomme, sokken ben ik altijd kwijt. Oké, dat was mijn shortvlog. Ik hoop Marie ook even laten zien wat ze aan heeft. Oké, omdat buiten stik heet is en binnen is airco's, moet je altijd lange mouw of korte broek of zoals Jules een jasje meenemen voor binnen. Ik draag, hoe heb je het gedaan met je knieën? Nee, oh. Ik ben gewoon heel erg naar achter gaan staan. Oh ja. Ik heb deze vintage blouse van Jules geleend, dus van Next Klasse. Heel groot, zoals je ziet. Lekker wijd voor de hitte. En dan ook met een Zara shortje. En dan van Bob Beermans, de Balenciagas. Waarover leuk blauw. En verder heb ik mijn earcups in. Louis Vuitton tasje. Mijn haar lekker vast voor de hitte. En dan... ik heb bijna mijn keel. Met dit denim purse. Heel leuk. Welke outfit vind jij leuker? Dennis is mijn. Dennis is er. Fuck. Bye. Sokken nodig. Voor iedereen die nog nooit in Hongkong is geweest, wat zijn jullie tips? Denk aan winkels, restaurants, bla 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 bla. Oké, restaurants. Ik ga één ding zeggen en dan doe ik die andere. Aqua. Dat is heerlijk om een cocktailtje te drinken, maar ook om uit eten te gaan. Maar is wel wat aan de prijzige kant. Jezus. Het andere restaurant vind ik nou echt nou, te duif voor. Ozon. Ozon, ja, sorry. Daar moet je echt heen, want dan heb je de hoogste uitzicht zie je over heel Hongkong. Dus wel een mooie avond, wat cocktail. Dan heb je nog de Peak. Oh ja, de Peak, om heel leuk te lunchen. Om heel leuk te lunchen, helemaal bovenaan. Of King Kong naar boven slingert in het midden van de jungle. Midden van de jungle. En qua winkels, ja, Link Crawford Mall, echt. K11 is hier heel groot. K11 is hier heel groot. Cameron Road. Cameron Road, Cameron Road en alle andere winkeltjes. Hanna. Oh mijn god, Hanna. Grootste outlet store, maar met een vies trappetje omhoog in een lift. Maar kom je bij de alle designers, bekken, schoenen, noem maar op. En dan hebben we nog de Lady Market. Dat is heel leuk. Dan heb je allemaal imitatiespulletjes. Tot t-shirts, kleding, tot inderdaad speelgoed, maar ook tot elektronica. Dit jaar konden we helaas altijd afdingen. Altijd de helft. Wat ze zich altijd daar de helft van bieden. Helaas konden we dit keer niet daarin door de demonstranten. Er is heel veel aan de gang in Hongkong. En eigenlijk genoeg weten wij er niet genoeg over om dat helemaal uit te leggen. Dus dit jaar was er nog niet heen geweest. Maar normaal gesproken is het zo'n leuke sfeer. Dan gaan we altijd naar de local market. Dat zijn wel onze favorites. Moet ik zeggen. En voor de rest heb je in de malls allemaal Pizza Express en noem maar op. Waar we ook altijd naar lunch gewoon pakken. Even als je normaal eten wil. En de Cheesecake Factory voor een cheesecake. Dan gaan we en dan de Red Velvet Cake. Wat staat er dan op de planning in Shanghai? In Shanghai gaan we er heel leuk uit. We gaan heel leuk werken. We gaan met de fabrikanten weer ridiculous veel drinken. Shots, shots, shots. Everywhere. Het is super lachen. We gaan naar Victoria's Secret natuurlijk weer. En we gaan heel veel leuke dingen doen. Dus blijf op de hoogte. Ga abonneren nu op ons YouTube kanaal. Go, go, go. Go, go, go. En wij gaan gewoon weer nu consequent elke week weer een weegvlog doen. En ja. Jill gaat ook binnenkort een tutorial opnemen van haar make-up. Van mijn make-up. En ik ga als ik terugkom ook verhuizen. Dus dat gaan jullie ook zien in waarschijnlijk of de volgende week of die week erna. Dus we houden jullie heel erg graag op de hoogte. En blijf ons volgen, want er komt er veel meer leuke dingen aan. Love from Vibrant uit Hongkong. Uit Hongkong. Simpson, dit is het teken voor een hartje. Een hartje maken ze hier. So much love. So much Simpson. Dus eigenlijk niet love, maar Simpson. Met rap. God. Schoenen aan.